the theme of my message today, the sons of thunder. Dat is ook het thema van mijn boodschap vandaag. Because you will see Mark chapter 10 verse 35 to 37. Want je zal Marcus 10 vers 35 tot 37 zien. James and John, the son of Zebedee, came to him saying. Dat de zonen kwamen en ze zeiden. Teacher, we want you to do for us whatever we ask. En die vroegen aan Jezus, ik wil dat Sorry, je doet I voor have ons. To laugh. Wat we ook vragen. And he said to them, en hij zei tegen hen, What do you want me to do for you? Wat wil je dat ik voor jullie doe? Then he said to him, Grant us that we may sit one on your right hand and the other on your left in your glory. En hij vroeg, of de zonen vroegen aan hem, mogen wij naast jou zitten op de troon? Can you see? Can you picture? Kan je dat voorstellen? Wat er gebeurde? This is after Jesus said that he will be killed. En dit is net nadat Jezus zei dat hij vermoord zou worden. What happened to James and John? Wat is er gebeurd met die twee? Why they are so insensitive? Waarom zijn ze zo insensitief? As if they didn't care for what Jesus was about to go through. Als ze net of ze er niet om gaven waar Jezus doorheen zou gaan. Why they were filled with self-ambition? Waarom hadden ze zoveel eigen ambitie? And if you look at Matthew chapter 20 verse 20. En als je dan kijkt naar Matthäus 20 vers 20. It says Then the mother of Zebedee's son came to him with her sons, kneeling down and asking something from him. En toen kwam de moeder van de zonen van de broers en die vroeg geknield aan hem. So Matthew had something that we supposed to know. En Matthäus had dus hierin iets toegevoegd wat we moeten weten. Because now even the mother involved. Want nu was zelfs de moeder erbij betrokken. asking about their request. Om deze vraag te stellen. No, this is my question. Why did they become so selfish? En dan is de vraag: waarom zijn ze zo eigenbelangig geworden? All they care about was their own agenda. Ze gaven alleen maar om hun eigen agenda. And then what happened next? En wat gebeurde er Matthew chapter 10 verse 41. Marcus 10 vers 41. Then when the 10 here heard it. En toen de andere 10 dit hoorden. They began to be greatly displeased with James and John. Waren ze heel erg ontevreden. And that's normal, I think. En dat is redelijk normaal, denk ik. Because they were so insensitive. Want ze waren heel erg insensitief. The request caused anger from the other disciples. De andere 10 waren heel erg boos geworden. And they were the disciple of Jesus Christ. En ze waren de discipelen van Jezus. They were not perfect. Ze waren niet perfect. They were not superhuman. Ze waren niet supermensen. They were just like you and me. Ze zijn net als jij en ik. They were still a work in progress. Ze waren gewoon nog in opbouw zo. They were still need to be led towards maturity. Ze moesten nog steeds naar volwassenheid geleid worden. They still fight against each other. Ze waren nog steeds onderling aan het vechten. And it teaches us also that if that could happen to Jesus' disciple. En het leert ons dat als dit zou gebeuren zelfs bij de discipelen van Jezus. The same thing can happen to CLC staff. Dat het ook bij de CLC staf kan gebeuren. Any amen to that? Amen. Or not? Naar dat? Now remember, when they first followed Jesus. Onthoud dat toen zij voor het eerst Jezus gingen volgen. James and John left all they had, including their family. Daar hadden zij alles achtergelaten, zelfs hun familie. They were very happy to be invited. Ze waren heel erg blij om happy uitgenodigd to be te worden. Included. Om erbij te mogen zijn. To become Jesus his disciple. Om Jezus zijn discipelen te worden. They were not thinking about themselves. Ze dachten niet meer aan hunzelf. Even they were not thinking about themselves too much. Ze dachten bijna niet meer aan zichzelf. Because all they want is to follow Jesus. Want het enige wat ze wouden is om Jezus te volgen. Now this is my question. En dit is dan mijn vraag. How did something that started as a privilege? En hoe is iets dat echt als een voorrecht was begonnen? Turn into something about position, about status, about demand. Dat gedraaid werd naar iets over positie en over verlangens. How did this happen? Hoe is dit veranderd? They started out selfless. Ze begonnen zonder hun eigen wil. And end up become so selfish. En ze werden zo zelfwillend. And what had happened to them could easily happen to any of us if we are not careful. En wat er toen met hun gebeurd is, zou met ons allemaal kunnen gebeuren als we niet voorzichtig zijn. I know a lot of people who started the ministry with pure motive. En ik ken heel veel mensen die met een puur motief, with a sincere intention, in Gods die in de kerkelijke wereld zijn begonnen. To bring glory to God. Om God glorie te brengen. They were grateful. Ze waren heel erg dankbaar. That they were given trust to take part. Dat ze dit mochten doen. They were loving Jesus. Ze hielden van Jezus. They happy to serve as a volunteer. Ze waren heel graag als vrijwilliger helpen. In whatever capacity they could. Met alles wat ze hadden.
But along the way, maar gaandeweg, they started to feel entitled. Voelden ze zich gerecht heel erg hoog. They start asking for amenities. Ze vroegen dan dingen dat andere mensen voor they zich niet doen. Asking for VIP treatment. Voor belangrijke mensen behandelingen. Demanding certain amount of offering. Dat ze graag een bepaalde hoeveelheid offer zouden willen ontvangen. You know, Galatians 3 verse 3 says. En in Galaten 3 vers 3. Are you so foolish? Ben je zo dom? After beginning by means of the spirit, are you now trying to finish by means of the flesh? Dat je begon bij om voor de geest te dienen en dat je nu voor je vlees dient. James and John started their spiritual journey by being selfless, but then become selfish in the journey. Zo begonnen ook die broers, eerst voor het geestelijke, maar daarna voor zichzelf. And this is my message today. En dit is dan ook mijn boodschap vandaag. Never, 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 never. Nooit, nooit, nooit. Never forget the reason why you do what you do. Vergeet nooit de reden waarom je iets doet. Who you do it for. Voor wie je het doet. Never forget how we start in the beginning. Vergeet nooit hoe je bent begonnen in het begin. How far God has taken us through. Hoe ver God ons gebracht heeft. I have to remind myself again and again. Ik moet me keer op keer helpen herinneren. How we started. Hoe ik begonnen ben. How incapable I was. Hoe oncapabel ik eigenlijk was. How afraid I was. Hoe bang ik was. And now if God has trusted me with thousands upon thousands of people. En nu God mij heeft vertrouwd met duizenden op duizenden mensen. I should not have changed my heart. Dan zou ik mijn hart niet veranderd moeten hebben. I should have changed my attitude. Mijn attitude moet niet veranderd zijn. I still need to be pure at heart. Ik moet nog steeds puur van hart zijn. And one of the challenges of success is exposure. En een van de uitdagingen van succes is dat je nu open staat voor andere dingen. You are exposed to so many things you have never experienced before. Dat je zoveel dingen nu tegemoet moet gaan die je nog nooit eerder hebt ervaren. You are exposed to so many opportunities. Heel erg veel kansen komen voor je. If you forget the reason why you do what you do. En als je dan vergeet de reden waarom wat je doet. You can end up in the wrong place. Dan kan je in de verkeerde plek eindigen. In marriage relationship. In een huwelijk bijvoorbeeld. Is also the same. Is het hetzelfde? The start is always beautiful. De start is altijd heel erg mooi. Right? Toch? If you forget, just look at your pictures. Als je het vergeet, kijk naar je foto's the die je hebt. The start is always beautiful. De start is altijd zo mooi. We vow to make our spouse happy. We beloven om onze vrouw to be supportive. Echtgenoot supportief te zijn. To cherish one another. Dat we elkaar van elkaar gingen houden. Until death do us apart. Totdat de dood ons scheiden I will be with you. Ik zal met I jou zijn. I will support you. Ik zal je helpen. I will be there. Ik zal er voor je zijn. I will kiss you. Ik zal je kussen. Every time you need, I will be there. Elke keer als je me nodig hebt, ben ik daar. After a few months, only a few months, maar not even maanden. One year. Because they get caught to the busyness of life. Want ze worden gevangen in de drukheid van het leven. If they are not careful. Als ze niet oppassen. What started as love and sacrifice. Wat begon als liefde en als opoffering. Will end up becoming a demand. Wordt dan op een gegeven moment een soort vraag. Demand. They demand from each other. Dat je een eis van een ander. Then it's all about me. Dat het alleen maar om mij gaat. What I feel. Wat ik voel. What do I get? Wat ik wil krijgen. How come I didn't get that? Waarom komt het dat ik dit niet heb gekregen? It's about winning an argument. Dat je wil winnen. They forgot. Maar dat zijn ze vergeten. That they already become one. Dat ze al één zijn geworden. It's not winning or losing. Het gaat niet om winnen of if verliezen. If the other one lose, both are lose. Als je verliest, dan verlies je allebei. If we forget the reason why we do what we do. Als je vergeet de reden waarom je dingen doet. We can easily go off track. Kan je heel gemakkelijk van de weg afgaan. And how many marriages have to end in a divorce because of this reason? En hoeveel huwelijken zijn niet als scheiding geëindigd vanwege deze reden? Let alone business partner. Laat überhaupt staan business vrienden. Something that they partners. Started as a good partnership between friends. Het begon als een goede partnership als vrienden. And end up as an enemy. En ze zijn als vijanden geëindigd. Maybe this never happened in the Netherlands. Misschien gebeurt het nooit in Nederland. You know, this the same thing can easily happen in church too. En zo kan ook in de kerk dit in the ministry, in het ministerie. Among God's children. Onder Gods kinderen. There are many that start out with good intention. Veel mensen beginnen met goede intentie. Selfless. Niet eigenwillig. However, those good intention changes in the middle of the journey, especially if they begin to experience what we call
success. En dit verandert dan gaande de weg, zeker als mensen succes beginnen te ervaren. And it's amazing when we read the book of James. And this is not the same James, it is the brother of Jesus. En het is mooi als we dan James lezen. And he mentioned about this. En hij schrijft hier dit. In James 3 verse 16. In Jacobus 3 verse 16. Ja. For whatever there is jealousy and self-ambition. Voor wanneer er jaloezie is of eigen ambitie. There you will find disorder and evil of every kind. Dan zal je duisternis en wanorde vinden. James 4 verse 1. Jacobus 4 vers 1. What is causing the quarrels and fight amongst you? Wat de reden is van alle oneenigheid en gevechten. Don't they become from the evil desires at war within you? Komen ze niet van de duistere krachten onder je? Now back to our story. Dus terug naar het verhaal. By asking to sit by Jesus' left and right hand. Door te vragen om naast Jezus links en rechts van hem te zitten. James and John have actually considered themselves to be more worthy than the other disciples. Dachten Jacobus en Johannes dat ze meer waard zouden zijn dan de andere discipelen. They felt that they deserve more respect than the others. Ze dachten dat zij meer respect verdienden dan de anderen. Again, comparison is very dangerous game to Nogmaals, play. Nogmaals, vergelijken is heel erg gevaarlijk. The truth is. De waarheid is, in life, in leven, you will always be compared to someone. Word je altijd vergeleken met you anderen. You will always be compared to someone. Je zal altijd vergeleken worden met anderen. And they do the comparison innocently. En ze doen de vergelijking niet gerechtigd. But how you respond to that comparison is very important. Maar hoe jij reageert op deze vergelijking is heel erg belangrijk. I heard it every time. Ik hoor dat elke keer. People compare me with others. Dat mensen mij vergelijken our met anderen. Church with other church. Mijn kerk met een andere kerk. I heard that, but how I respond. Ik hoor dat heel veel, maar wat is nou mijn is very important. Antwoord hierop? En dat is heel erg belangrijk. I cannot close my ears. Ik kan mijn oren niet sluiten. They talk about me. Ze praten over they mij. Talk about our church. Ze praten over onze kerk. And they make comparison with other church. En ze vergelijken deze met een andere kerk. I heard it. Ik hoor het. But how I respond is very important. Maar hoe ik hierop reageer is because heel how belangrijk. You respond shows your character. Want hoe je reageert, dat laat jouw karakter zien. Whether you are a secure person, als je een heel zelfverzekerd persoon or insecure person. Of een onzeker persoon. Whether you are mature, of je volwassen bent or immature person. Of nog niet volwassen bent. Do you know that maturity doesn't come with age? En weet je dat volwassenheid niet met leeftijd komt? But it starts by the willingness to take responsibility. Maar het begint bij het willen van het nemen van verantwoordelijkheid. So don't trap by the game of comparison. Dus do not trap to the begin. Val niet in de val van vergelijking. Because comparison will never end. Want vergelijking zal nooit eindigen. In our world today. In onze wereld vandaag. Through the social media. Door social media. We can easily look into someone's life. Dan kunnen we heel gemakkelijk in iemands leven kijken. All you need is to check their account. Het enige wat je hoeft te doen is een account te bekijken. To see what they have been up to. Om te kijken wat ze aan het doen zijn geweest. What they just bought. Wat ze net gekocht hebben. Places they go. De plekken waar ze naartoe and gaan. If you're not careful, en als jij niet oppast. We can easily compare what we have to what others have. Kan je heel gemakkelijk vergelijken met wat jij hebt met wat anderen what, hebben. What we have achieved and other and what others have achieved. Wat wij hebben bereikt en wat andere mensen hebben and bereikt. Jealousy. Standing by the door waiting for an opening. En jaloezie staat dan bij de deur te wachten op een opening. See, I'm not against the social media. Zie, ik ben helemaal niet tegen social media. But you need to guard your heart. Maar je moet wel je hart beschermen. Because if you cannot guard your heart, want als je hart niet beschermt, envy can easily slip into your heart. Dan komt jaloezie gemakkelijk daar naar binnen. And that's opened the way for the devil to have his grip on your life. En dan kan de duivel gemakkelijk jouw leven pakken. So if you cannot handle the glory of someone else, dus als jij de glorie van iemand anders niet kan, just click unfollow. Druk dan op niet as meer volgen. Easy as that. Zo gemakkelijk is het. Why you become so jealous with someone else's life? Waarom ben je zo jaloers op iemand anders zijn leven? But I've seen that so many people is having a hard time just to push. Unfollow. Ik zie gewoon dat heel veel mensen moeite hebben überhaupt met op niet meer volgen drukken. Just unfollow them. Gewoon niet meer volgen. Because every time you see their account, want elke you keer become angry. Als je you become jealous. Elke keer als je hun account ziet, word je jaloers en boos. And you become emotional. En je wordt emotioneel. Why? Waarom? Why they have more than me? Waarom hebben ze meer dan ik? Why they go places? And I've never been to
Even to Rotterdam. I've never been to Rotterdam. Waarom gaan zij naar plekken waar ik nog nooit geweest ben? Bijvoorbeeld Rotterdam. Just click unfollow. Gewoon niet meer volgen. Your life will be better. Je leven zal beter zijn. Your life will be easy. Je leven zal gemakkelijker zijn. You don't have to get jealous to anyone. Je hoeft niet meer jaloers te worden. That's how you got your heart. Zo werkt dat. You need to know that you are unique. En je moet weten dat je uniek bent. There's no one like you. Er is niemand zoals jij. And rest assured that there is always someone better than you. En weet zeker dat er altijd iemand beter dan jou is. There is always somebody greater than you. Er is altijd iemand groter dan jij. There is always someone more successful than you. Er is altijd iemand meer succesvol dan jij. And they have more than you have. En die hebben meer dan dat jij hebt. And you know what? That's all right. En weet, dat is okay. That's just the way life is. Zo werkt leven nou just eenmaal. Just be happy for them. Wees nou blij voor hen. Relax. Rustig aan. And know this. En weet dan. Luke 12. Lucas 12. 48b. Vers 48b. For everyone to whom much is given. Naar ieder die veel is gegeven. From him much will be required. Van hun zal ook veel verwacht worden. To whom much has been committed. Aan wie veel is toegediend. Of him they will ask the more. Aan hen zullen ze ook veel meer vragen. So be thankful for what you have. Dus wees dankbaar voor hetgene dat je hebt. Be thankful that you don't have all the things that they have. Wees dankbaar dat je juist niet alles hebt wat zij hebben. Because it will take more from them. Want het zal hun veel meer vragen. And you can be relaxed. En jij kan lekker rustig aan. Be thankful for what you have. Wees dankbaar voor wat je hebt. And do not wait until it's taken from you to realize how meaningful it is. En wacht niet totdat het van jou afgenomen wordt hetgeen dat je hebt, voordat je ziet hoe belangrijk het is wat je hebt. I lost the time. Where is my time? Ik ben de tijd kwijtgeraakt. Waar is de tijd? I can go on and on without the time. Ik kan doorgaan. 8 more minutes. 8 more minutes, okay. So I'm still okay. Dus ik so ben back okay. To our story. Terug naar het verhaal. Mark chapter 10, verse 42 to 45. Markus 10, vers 42 tot 45. But Jesus called them to himself and said to them. Want Jezus riep ze naar hem en hij zei tegen hen. You know that those who are considered ruler over the Gentiles lord it over them. Want je weet dat degenen die heersen over de heidenen. And their great ones exercise authority over them. En dat de grote autoriteit over hen brengen. Yet it shall not be so among you. Het zal niet gezien worden onder jullie. But whoever desires to become great among you shall be your servant. Want degene die groot zouden willen zijn onder jullie zullen juist dienaren worden. And whoever of you desires to be first shall be slave of all. En degene die zouden willen om juist eerste te zijn, die worden de slaven. For even the Son of Man did not come to serve, but to be served. Did not come to be served, but to serve. Want zelfs de Zoon van de mensen kwam niet om te dienen of om gediend te worden, maar om te dienen. And to give his life as ransom for many. En om zijn leven te geven. So understand this: being first is not a place to rule. Want weet dat eerste zijn niet iets is om te heersen. But being first is a place for service. Maar om eerste te zijn is een plek om te dienen. The way to be great is by serving others. En om heel groot te worden, daar kom je door anderen te dienen. And for a servant, en voor een dienaar, his success depends on the satisfaction of the one he serves. En voor een dienaar, het succes rust in hetgene of degene die hij dient. And not on what he could get. Behartigd is en niet op wat hij kan krijgen. Philippians 2 verse 4 says this. Filippijnen 2 vers 4. Look, let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Laat ieder om met jullie niet voor zijn eigen belangen kijken, maar voor de belangen van de anderen. So let us not lose the passion of serving. Dus laten we die passie van dienen niet verliezen. And don't let anything, even things like popularity, fame, success, money, ruin our passion to keep serving with pure motive. Dus laten we die populariteit, succes, geld of wat dan ook, onze passie niet in de weg liggen om te dienen. I like what John Maxwell said. En ik hou van wat John Maxwell heeft gezegd. And I think I heard it when he said it the very first time in Australia. En volgens mij kan ik me herinneren dat ik erbij was de eerste keer toen hij dit zei in Australië. When he said, I needed to redefine the word success. En hij zei, ik wil het woord succes een nieuwe definitie geven. After helping so many people achieve their success. Nadat zoveel mensen had geholpen om met succes bereiken. He think, I think I need to redefine the word success. En hij zei, volgens mij moet ik het even een andere definitie geven wat succes is. And then he said this. En toen zei hij dit. And I find it
very, very, very powerful. En ik vind het heel, heel erg krachtig. He said, true success is attained when the people closest to us love and respect us the most. Hij zei, echte succes is bereikt als de mensen die het meest dicht bij ons zijn van ons houden en ons respecteren. What a great definition of success. Wat een mooie definitie van succes. Because a lot of people get whatever they want to have. Want veel mensen krijgen of all the wealth, all the fame, all the riches. Alles wat ze willen hebben, rijkdom. But they lose. Maar ze verliezen. The respect and love from the loved ones. De respect en de liefde van de meest dichtbije mensen. And that's not what it's supposed to be. En dat is niet hoe het zou moeten zijn. True success is attained when the people closest to us love and respect us the most. Echte succes is bereikt als onze meest liefbare mensen, kostbare mensen, ons respecteren en van ons houden. After achieving all the things that we want to achieve. Nadat alles dat we alles bereikt hebben wat we zouden willen bereiken. We still get respect and love from for our family. Dat je nog steeds respect en liefde krijgt van je Always familie. Always remember why you do what you do. Weet altijd waarom je doet wat je doet. Who you do it, doing it for. Voor wie je het doet. Because we need to finish the good work that we have started. Want we moeten het goede werk wat we begonnen zijn ook afmaken. Whether it's our marriage. Ook al is het ons huwelijk. Our ministry. Ons ministerie. Our business. Onze zaken. Our job. Onze banen. We need to stay on the right course. We moeten op de juiste Free pad blijven. Free from envy and selfish ambition. En vrij van eigen ambitie en jaloezie. And this is my last verse, James 4, verse 10. En dit is mijn laatste vers, Jacobus 4, vers 10. Humble yourself in the sight of the Lord. Plaats jezelf nederig in aanwezigheid van de Heer. Humble yourself in the sight of the Lord. Wees nederig in aanwezigheid van de Heer. And he will lift you up. En hij zal jou omhoog brengen. And this is the safe way to handle glory. En dit is de meest veilige manier om glorie. By having humility. Door nederig te zijn. And by having pure heart. En om een puur hart te hebben. CLC Den Haag. CLC Den Haag. I pray that your heart will always be filled with gratitude. Ik bid dat je hart altijd vol met dankbaarheid that mag you zijn. Will always humble yourself before God. En dat je altijd nederig mag zijn voor God. So that God can continue to lift you up. Dat God je keer op keer kan opwekken. I still remember more than 15 years ago. Ik kan me meer dan 15 jaar geleden nog herinneren. The very first time I met your pastor. De eerste keer dat ik Pastor Errol ontmoette. Like he has testified before I preach. Net als hij zei eigenlijk net voordat ik hier kwam spreken. Started with only one church. Het begon met één kerk. But now you have grown into 15. Maar nu zijn jullie gegroeid naar 15. And probably will be more 16, 17, 18, 16, I don't know. 17, 18 komt allemaal nog. But never forget why you do what you do. Maar vergeet nooit waarom je doet wat je doet. To who you do it for. En voor wie je het doet. Because the glory is not yours to handle. Want de glorie is niet to carry. Jou, voor jou om te dragen. But the glory is always for him. Want de glorie is altijd voor hem. Because from Jesus, from him. Voor Jezus, voor we hem. We have everything. Want door hem hebben we ook alles. That we have at this moment. Alles wat we hebben op dit moment. I pray that this will happen in your life. En ik bid dat dit in jouw leven ook zo zou zijn. Just like what I'm aiming for. Net als waar ik ook een doel voor heb. So that I can always live in humility. Dat ik altijd in nederigheid kan leven. And a pure heart. En met een puur hart. And that the name of the Lord will be glorified. En dat de naam van Jezus verhoogd zou worden. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. 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 Thank you for listening. Give Dankjewel. A good hand of applause to my friend Bart. Dankjewel, Jeffy. God bless you.